Ik heb gisteravond tot laat moeten werken. Tja, werken. Ik ken niet veel mensen dat na hun werk altijd naar de glasbak moeten rijden. Oh, dat is zo erg. Hè. Als ik nu kippen had, kon ik dan de kippen geven. Maar ja, ik heb geen kippen, dus ik moet haar weggooien. Je hebt een hond. Vandaag gaan we naar Kelly gaan, naar Kelly en Sam. En Kelly heeft een haarprobleem. Ik weet niet goed wat er aan de hand is, maar ja, die heeft even zo'n crisis gehad en die dacht ik ga eens een ander kleurje doen. En ik denk eerlijk dat het mislukt is. En wat ik niet mag vergeten is de kruiden van Kelly. Ik vind echt Kelly haar lievelingskruiden. Dat is oregano. En mijn mama neemt speciaal mee uit Griekenland. En die plukt die zelf. Echt waar. In de bergen. Ja. Ik heb altijd al gevonden dat jij wat de weg had van een berggeit. Ik ga me omkleden en dan zijn we weg. Het is weer goed gezind, onze diva. Hé, jongen? Ja. De schattigste hond van de wereld. De schattigste, zijn wel dies dat hier. Zeg, Ketnet. Ga liever een keer naar de carwash. En je moet lief zijn, hè, tegen Kelly haar hond. Het is een chihuahua. En ik wat de? Ik weet, je hebt chihuahuas niet zo graag. Niet zo graag? U heb ik niet zo graag. Chihuahuas, daar krijg ik dan ook een bloeddruk van. Je moet niet pijzelijk met die plumeau gaan spelen, maar blijf van mijn haar. Ziet hem stoeven met zijn decapotabel. Dat zelfs ze zijn er niet. Hier mijn laatste. Mijn laatste zakje. But because ja, I love her. Goeiedag zeg, wat is dat met die haar? Volgens mij geeft dat licht in het donker. Maar hoe gezellig, lieve schat. Oh, zalig. Ja, en ik had alle gordijnen, dus ik heb die zo opgehangen. Oh, de Iris, hè. Kom, ga de weg. Hallo. Ga terug naar Beverly Hills, daar kunnen ze gebruiken als sluitenlanger. Allee, ja. Oh, wat is dat van hond? Ah ja, ja, Cosmos mee, hè. Heb ik ook al twee Frans bulldogs gehad? Ja, ja, ah, hier. Ook. Zeg, uw gras gaat niet ten eigen mee groeien, hè, Goris. Dat heeft die precies in brand gestaan. Zouden ze haar eraf? Maar, oh, zeg, kan er hier iemand die een plusje hond terug naar het Lunapark brengen? Kijk, maar loop heen. Ja, we hebben gisteren een spel gespeeld met de kinderen. Kuppen, ken je dat? Nee. Nee, dat is iets plezant, dat kent hem niet. Dat is kei gemakkelijk, maar diegene die dus verloor... Ja? Dus of het was haar afscheren, als ze verliest, als ze won, moest ik het alleen maar wat bijtrimmen. Want de kinderen wilden zijn haar afscheren. Groei hem eens terug. Ja, veel te brave, ja, niet? Ja, allee, verf dat kind haar haar nu voordat hier vliegers beginnen te landen. Nou, kom nou, Sissy, move. Nou. Cosmo, je moet niet heel tijd gooien, hè. Je hebt al een wortel gehad. Je doet precies, je krijgt geen eten thuis. Moeit u niet met mijn leven. Oh, Kelly, laat het zien. Ja, oh, goed met die ogen. Wat zijn jij aan het eten? Wat is dat? Nou, wat smaakt dat? Zo. Voilà. We're there. Je lijkt een beetje op een ding, een neusje, een Gentse neusje, om op te eten. Maar dat is nog erger als daar strak. Barbapapa. Een barbapapa, ja. Voilà, nu moeten we nog 40 minuutjes wachten of zoiets. Moet jij iets drinken? Ja. Nu? Zal ik een flesje open doen voor ons? Ja, ik zal kikwater drinken, hè. Oh, maar godverd, zeg. Kan er iemand rent-to-kill bellen? Allee, schatje, santé. Cheers. We hebben 40 minuten voor één fles. 40? 40 minuten voor een fles. Red allemaal naar de brouwer. Ja, dat lukt zeker. Maar wauw, zijn er content? Ik heb dan... Vol als het Chewbacca. Je moet geen fluovesken meer aandoen als je met Boske gaat wandelen. Heb je dat nog gedaan? Nee, dat is mijn eerste keer. Nee, het is goed. Ik zal wel nog één keer doen. Waar nog één keer? Ik ben maar aan het lachen. Zal ik een foto van jou trekken? Mm. Barbie heeft gebeld. Ze wil haar haar terug. Volgende keer in Keeping Up With Cosmo. Ah, oh yes, eindelijk een andere auto, want ik had het echt gat in die een dakluize Jeannette en Bak, hè. Cosmo! De auto, de nieuwe auto! Wat dan meende toch niet, hè, deze?